De ordening van de goudsector in het district Brukopondo is een grote uitdaging. Dat zegt minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Meteen na zijn aantreden heeft hij de activiteiten van de illegale goudzoekers in het district stopgezet. Zo werd er goud gedolven langs de Bronsweg, met het gevolg dat de weg verzakkingen kreeg. Ook het gebied rond de Mulo-school te Brukopondo is beschadigd als gevolg van mijnbouwwerkzaamheden. Bij mijn aantreden op het ministerie werd ik geconfronteerd met een heleboel gevallen in het district Brukopondo die vroegen om oplossing. Je had bijvoorbeeld dat er gemijnd werd dichtbij Mulo Brukopondo en het onderwijs, het lokaal onderwijs had heel veel last daarvan. Daar hebben we ingegrepen, de nodige maatregelen getroffen. We hadden ook rapportage dat er dichtbij de weg naar Arjoni werd gemijnd, waarbij de infrastructuur schade kon oplopen. Ook daar hebben we kordaat opgetreden. Die activiteiten hebben we ook stopgezet. Verder hadden we rapportage van het gebruik van een nieuw middel met cyanide delen door Chinese kleinschalige mijnbouwers. Die activiteiten hebben we ook stopgezet. En de vierde actie die we hebben ondernomen in district Brukopondo is het verwijderen van de goudzoekers dichtbij de stuwdam, de hoofddam, maar ook dichtbij de hulpdammen. Die operatie hebben we al uitgevoerd. De minister zegt dat het een uitdaging is om de illegale goudzoekers te verdrijven. De bewindsman heeft daarom de unit Kleinschalige Ordening Goudsector in het leven geroepen. Wat nu de uitdaging is, want het lijkt een soort kat-en-muisspel. De uitdaging nu is dat we de unit Ordening Kleinschalige Goudsector zodanig moeten equippen. Dat ze beschikken over het materiaal en het materieel om de monitoring te kunnen doen. Dus zeggen ervoor zorgen dat de goudzoekers die we verwijderen niet terugkeren wanneer we de operaties hebben afgerond. Dus dat is de uitdaging waarmee het ministerie op dit moment aan kan. Dat was minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Het blijft een grote uitdaging om de kleinschalige goudsector te ordenen.